De ijzige vorst van de afgelopen week was niet mals voor de bouwers aan de oostzijde van de Grote Markt. De kou legde de bouw van het Groningen Forum 2 dagen stil. Ook op het bouwterrein ernaast, waar Merkt komt te staan, was het 3 dagen heel rustig. Gisteren kon men echter weer volop aan het werk. Het dooit, ben je blij? We kunnen weer verder met onze werkzaamheden. Wat was het effect van de vorstperiode? Het was extreem koud. Voor alle medewerkers op de bouw was het niet zo heel leuk meer, niet prettig meer. En het grondwater wat we dus in de put hebben staan, wat dus blijft hangen, dat moet dus eruit. En dat wil niet zo best meer. De pomp gaat bevriezen, de putten lopen vol. Dus het werkt niet meer zo goed. En wat heb je gedaan dan in die 3 dagen? De jongens zijn naar huis gegaan en genoten van onze vrije tijd. Ja, staat. Helaas wel. De bouwers zijn bezig zand en puin van de oude kelder uit de bouwkuik te graven. We zitten nu op de tweede slag van het grondwerk. Dat is ongeveer een 3,5 meter onder het maaiveldniveau. Dat is een bepaalde maximum diepte die we mogen ontgraven. Zodra wij het alles ontgraven hebben en de kelder gesloopt, kunnen we verder gaan met het tweede stempelraam. De bouwers graven niet zomaar in het wilde weg, maar volgen voor dit ontgraven een stappenplan. Wij gaan totaal 10,5 meter diep naar beneden. Elk niveau, elk ontgravingsniveau wordt vastgelegd en tot een bepaald niveau. En daar moet er ook een stempelraam in. De stempelraam wordt ook vastgelegd op een bepaalde hoogte. En zo gaan we stap voor stap naar beneden. Hoe hoog zitten die stempelramen? Er zitten 3 lagen in. En de eerste zit op 1 meter met maaiveldvlak. En de tweede zit op 3 meter onder het maaiveldniveau. En de derde? Zit op 7 meter ongeveer, plus minus. Voor het graven gebruikt de bouwer 3 kranen van verschillende grootte. De kleine kraan haalde uit de hoekjes weg, die brengt hem naar het midden toe. En de grote kraan die legt er aan de zijkant. En dan kan de grootste kraan die op de zijkant staat, die haalt alles naar boven toe en goed in de vrachtwagen. In de eerste laag zitten ook nog de resten van de kelder van het pand dat hier eerst stond. Zijn er nog bijzondere dingen tegengekomen terwijl je aan het graven was? Nou, we hadden een afspraak met de gemeente dat we in ieder geval allergie zouden inschakelen als het nodig was. Het was bekend dat er nog 1 waterput, oude waterput, in ons terrein zat. Die hebben we in goed overleg met allergie onderzocht. Maar ze hebben helaas niks bijzonders gevonden. Deze week zal het tweede stempelraam in de bouwput worden gemaakt, zodat de bouwers daarna weer meters kunnen uitgraven. In de Groningen Forumbibliotheek in Leeuwenborg vond 21 februari jongstleden een bijzondere ontmoeting plaats. Bewoners en oud-bewoners van de wijk Leeuwenborg, waarvan veel van het eerste uur, troffen elkaar om verhalen te vertellen over de wijk in de jaren 70. De avond werd georganiseerd door de Stichting De Verhalen van Groningen, samen met het Groningen Forum en nog een aantal organisaties. Wij gaan 2 jaar lang door stad en provincie om verhalen op te halen vanuit de periode, de jaren 70 in Groningen. Dus dat kan gaan van nou, wat je hier hebt gehad ontstaan, Leeuwenborg, hè, dat was in 71. Maar ook afsluiting van Lauwersmeer, de herinrichting van de Drents-Groningse Veenkolonie. En zo zijn er een heleboel onderwerpen die wij bij langs gaan.
De avond startte met een praatje van voormalig wethouder Max van den Berg. Die vertelde hoe vernieuwend de wijk was voor die tijd. Een wijk vlakbij de stad, met goed openbaar vervoer, veel groen en met voor die tijd uitzonderlijk ruime woningen van hoge kwaliteit. Zo'n wijk trok natuurlijk veel jonge gezinnen in een tijd dat voor een steeds grotere groep mensen een eigen huis met een tuin binnen bereik kwam. Wat kenmerkt nou Leeuwenborg in die tijd? Ruimte. Heel veel ruimte. En groen in aanwas. Maar ook ruimte in het huis. Dus een ruime kamer, keuken, in de slaapkamers, een zolder. Dus dat was voor ons gezin met drie jongens, drie opgroeiende jongens, was het prachtig. En een tuin erbij. Ja, dat was echt ruimte. En het nieuwe elan wat zich voordeed. En toen kwam ik er nog later werken ook, toen werd het helemaal een feest. Later op de avond werden de bezoekers in groepen verdeeld. Ze vertelden hun eigen verhalen aan de hand van een aantal thema's, zoals groen in de wijk en bewonersparticipatie. Bijvoorbeeld het samen opzetten van een basisschool. Ik heb samen met nog twee andere moeders de Zwarstee opgezet. Er was denk ik één school, maar er moesten meer scholen bij komen. En wij waren enthousiaste en betrokken ouders en we wilden graag een ander onderwijssysteem. En daar zijn we gaan oriënteren en overal gaan kijken om een andere school op te zetten. En dat is uiteindelijk dus de Zwarstee geworden. Ja, ja, en dat is een hele hechte groep die elkaar heel goed kent, want daar waren we toen. Wij waren allemaal, in die tijd was men behoorlijk betrokken en ook wat politiek bewust. En ook ideeën over opvoeden en anti-autoritair, maar ook juist niet anti-autoritair. Daar waren wij allemaal heel erg veel mee bezig. En daar wilden we eigenlijk een onderwijssysteem hebben, een school bij hebben die daar wat bij aansloot. Het werd een Jena-planschool, waarvan er op dat moment maar één in de stad was, in Vinkhuizen. De Zwarstee betekende meer dan alleen de school. We hadden ook met de ouders ontzettend veel verbinding. Het was een enorme onderwijsvernieuwing. We hebben een hele goede directeur, eerste directeur uit Vinkhuizen kunnen losweken. Rijnt Jurjens en Peter Jurjens. Die zijn hiertoe gekomen. Nou, iedereen uit die tijd die heeft het daar nog over. En met elkaar hebben we die school opgezet en draaien gemaakt. We hadden ontzettend veel hulp van ouders. Echt participatie van ouders. De wijk Leeuwenborg is ontworpen door de architect Jan Sterenberg, die in Ter Apel een groot kantoor had. Drie dochters van Sterenberg waren op deze avond ook aanwezig en zij vertelden dat hun vader veel verdriet heeft gehad van de verloedering van de wijk vanaf de jaren 80. Toch waren de bezoekers het er bijna unaniem over eens dat het goed wonen was en is in Leeuwenborg. In die eerste 10 jaar dat ik er woonde was het echt een prachtwijk. En daarna, er is ook huursubsidie gekomen. En dat wil niet per definitie zeggen dat het een slechte wijk was. Maar er waren ook wel uit bepaalde wijken was of met renovatie. En er werden mensen hier geplaatst in die flatgebouwen. En rondom flatgebouwen, daar kreeg je dan de hangjongeren. En daardoor kreeg Leeuwenborg een slechte naam. Wij bleven er wonen. Ik heb er tot 93 gewoond. En ik heb dus nu ook vanavond weer een heleboel mensen ontmoet die hier nog wonen. En die zijn nog even enthousiast. Het is een prachtwijk. De verhalen van de bezoekers zijn terug te vinden op de website van de Verhalen van Groningen. En tijdens de tentoonstelling over architect Jan Sterenberg in Ter Apel. Van 31 maart... tot eind juni. Woonwijken en opzet van woonwijken gaat ook altijd over mensen en over de tijd waarin ze leven. En je was kind van die tijd en dingen veranderden, dingen kantelden in Nederland.